The rest of the orchestra is all over the city enjoying the good view and good food and this amazing atmosphere of busy life and good weather. Ja, de rest van het orkest wel, maar drie muzici niet. Zij geven vandaag een mini-concert tijdens de aftrap van een Nederlandse handelsmissie in San Francisco. Ja, dat doen we wel vaker als orkest. Er zijn een paar kleine ensembles die naar ambassades gaan. We hebben het ook een ander keertje gedaan ook. In Rusland. Nee, het is altijd heel erg leuk. En we hebben dan ook direct contact met mensen en met het publiek. Die kunnen dan direct hun mening geven of vertellen wat ze ervan vonden. Dat is fantastisch. Dan heb je helemaal een andere rol van spelen. Je hebt die vrijheid en een klein beetje aanpassen met minder mensen is het altijd mooier en flexibeler. En je kan van alles doen, dus dat is leuk. En de locatie is niet slecht uitgekozen. Een van de iconen van San Francisco, de Trans-America Pyramid, 260 meter hoog. Er is nog een klein half uurtje om snel te repeteren voordat de eerste mensen binnenkomen. Het gaat vandaag om een handelsmissie georganiseerd door het Rijk en de gemeente Rotterdam. Vooral bedrijven gespecialiseerd in water en energie zullen tijdens deze missie onderzoeken wat de mogelijkheden in Amerika zijn. En wij werken aan duurzaamheid en eigenlijk de volgende stap in duurzaamheid. En we denken dat Californië daarbij en een goede markt is, maar ook een goede leermarkt is voor ons. En het Philharmonisch wordt erbij betrokken om de gesprekken soepeltjes te laten verlopen. Ik zou kunnen zeggen, het is mensen willen toch een beetje plezier met elkaar hebben. En los van dat je zakelijk matchmaking doet en elkaar spreekt en projecten bezoekt, is het natuurlijk ook aardig om vertier te hebben. En in dat opzicht is op topniveau zijn wij ook vertier. Dus we zijn een soort smeerolie, laat ik het zo zeggen. Ook minister Ploemen van Buitenlandse Handel en burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zijn inmiddels aanwezig. We willen natuurlijk meer laten zien van Nederland. We willen meer laten zien van Rotterdam. We willen laten zien dat er hard gewerkt wordt, maar dat we ook prachtige muziek kunnen maken. En dat als je van cultuur houdt, Rotterdam, Nederland, gewoon de plaats is waar je moet zijn. Maar werkt het zo dat contracten makkelijker getekend worden als er mooie muziek bij klinkt? Kan het zo werken? Ja, het kan zeker zo werken. Want rond het concert spreken we elkaar in een wat informelere sfeer. Het geeft ook wel weer eens wat andere gesprekstof. Je leert je gesprekspartners op een andere manier kennen dan alleen maar te praten over duurzame energie. Ook heel belangrijk. Dus het orkest, ik ben heel blij dat ze er zijn. En u bent erbij dus vanavond, het concert? Ja, ik ben er gelukkig bij vanavond. Ik zou het niet willen missen. We proberen altijd te kijken samen met de vaste partners die we hebben voor onze buitenlandagenda. Dus de gemeente, het havenbedrijf, Rotterdam Partners. Proberen wel te kijken wat zijn jullie strategische steden. Waar willen jullie graag zakelijke contacten onderhouden, aanboren, verstevigen. En kunnen wij daar onze toneelagenda op laten aansluiten. En het lukt altijd wel een paar keer in het jaar om dat echt met elkaar concreet te maken. De aanwezigheid van het Philharmonisch was het begin van het nadenken over deze reis met deze delegatie. Het was dus echt de reden. De reden is dat het Philharmonisch hier is. Het Philharmonisch is een mooi moment, zeker in de receptie, voorafgaand aan het optreden van het orkest, om bijvoorbeeld CEO's van grote bedrijven, directeuren van grote bedrijven in de VS, maar ook van andere bedrijven in contact te brengen met Nederlandse bedrijven die hier naartoe zijn gekomen. Nou, dat contact kan ertoe leiden dat er bijvoorbeeld over en weer geïnvesteerd wordt.
heb meegemaakt in Tokio dat we een mooi bedrijf, een Japans bedrijf, dankzij de aanwezigheid van het Philharmonisch naar Rotterdam hebben kunnen halen. Een groot distributiebedrijf zit in de haven, 70.000 vierkante meter nieuwe distributiecentrum en 600 banen. Nou, daar doe ik het voor. Ja. Muziek is van alle tijden en van iedereen. Zorgt ook dat verschillen in lagen wegvallen, mensen met elkaar contact maken. En dat is de essentie van die muziek bij dit soort gelegenheden. Het is verbindend.